De gematigde zones liggen ten noorden en zuiden van de droge zones. In de gematigde zone is het niet heel warm, koud of droog. Voor mensen is het een goed klimaat om in te leven. In de gematigde zone zijn de verschillen tussen de vier seizoenen groot. Er groeien veel loofbomen die in het voorjaar bladeren krijgen en in de zomer tot bloei komen. In het najaar worden de groene bossen langzaam bruin en geel. In de winter verliezen de bomen hun bladeren, omdat deze anders stuk vriezen. Ik vind het best wel leuk om hier te wonen in Nederland, met het klimaat. Nee, het klimaat vind ik slecht, want het is altijd koud en het regent en het is bijna nooit zon. Het is best wel wisselvallig, het is altijd wat anders. Het is niet altijd zeg maar, lekker weer. Het is wel eens lekker weer en dan weer regen. Ik vind het Nederlandse klimaat een beetje raar eigenlijk, omdat ja, het weerbericht zegt wat anders dan het echt is. Dus je weet eigenlijk bijna nooit wat je echt aan moet. Dan heb ik al mijn zonnige kleren al aangetrokken en dan gaat het dus eigenlijk gewoon regenen. In sommige landen regent het niet, of in sommige landen blijft het alleen warm, maar je hebt gewoon een mix. We hebben nu drie verschillende klimaatzones gezien. De tropische zone, de droge zone en de gematigde zone. En binnen de gematigde zone zijn ook nog grote verschillen. Want Nederland valt eronder, maar ook Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. En daar is het warmer dan in Nederland.